we zitten hier voor het gezondheidscentrum Arkel. Dat is voor het dorp Arkel een heel belangrijke plek. Daar zit de huisarts, daar zit de fysio. Dat is echt iets waar we als dorp denk ik trots op zijn en blij mee zijn. Bedenk wel dat hier was vroeger een benzinepomp, een garage. Dit was oud Arkel, om het zo te zeggen. En om in oud Arkel, en echt herkenbaar sinds de jaren 50 al, om daar iets te veranderen, om iets te slopen en nieuw te bouwen. Dat gaan we niet vanzelf. Daar worden mensen niet vrolijk van als je gaat slopen en nieuw bouwen. Maar uiteindelijk, hè, dus dan moet je als politicus moet je daar tegen kunnen en moet je daar blijven uitleggen en moet je de mensen meenemen. Dat heb ik in de tijd als wethouder kunnen doen. En ik denk dat we daar uiteindelijk met elkaar een resultaat hebben neergezet waar we allemaal als dorpsinwoners blij mee zijn. Ja, wat ik heel graag zou willen, hè, en zeker hier bij het oude gemeentehuis in Arkel, is dat mensen echt op de deur kloppen bij de politiek. Hè. Niet bang zijn, niet alleen afgeven op de politiek. Ik weet dat het tegenwoordig heel gangbaar is als je alle social media, de politiek kan het nooit goed doen. Maar we hebben de politiek met elkaar wel nodig en de politiek is van de mensen. En wij als Doemee proberen ook de politiek bij die mensen te brengen, hè, door ze te bezoeken, door naar ze toe te gaan. Maar mensen moeten ook zelf komen. Die weten mij te vinden, die weten andere raadsleden te vinden. Kom naar ons toe, wij leggen uit waarom we dingen doen en wij brengen ook jullie boodschappen over hoe het eigenlijk zou moeten. Nou, voor het komende jaar, voor dit jaar is eigenlijk al het doel dat het waardje hier achter mij gelegen, dat nu toch eindelijk eens een keer wordt gerealiseerd. Hè. Er zijn mooie plannen, die zijn 7 jaar geleden al door vereniging uit Arkel gelanceerd. Dat het niet alleen een ijsbaan meer is, maar dat je er ook kan voetballen in de zomer. Dat het eigenlijk een heel mooi verblijfspark is. Hè? Dat is het natuurlijk ook. Hè? Dus voor iedereen. En niet alleen die paar weken in de winter, als het al mag vriezen. Dus het is gewoon een hele mooie plek. Daar liggen plannen voor klaar. Dat is een eigen initiatief van de inwoners. Ja, het duurt heel lang. En dat is jammer. En dat begrijpen mensen ook niet altijd. Maar soms heeft dat met vergunningen te maken. Soms heeft dat met PFAS en stikstof te maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het dit jaar gaat gebeuren.